Heemskerk. FM. Heemskerk FM. Met het komende uur Media Kids. In samenwerking met de Heemskerkse basisscholen. Ja, het is 3 uur geweest en dus tijd voor weer een nieuwe aflevering van Media Kids. Ja, en het hele leuke van deze uitzending van Media Kids is dat we namelijk na 5 seizoenen alleen maar basisscholen uit Heemskerk hebben gehad. Maar dit keer, voor de eerste keer, hebben we een basisschool uit Geest. En dat is de... Molenhoek! De Molenhoek. Helemaal goed. Hey, leuk dat jullie hier zijn. En stel jezelf even voor. Ik ben Isabelle in groep 7. Hoe oud ben je? 11. Dan gaan we door. Ik ben Rick. Ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 7. Ja? Ik ben Finn. Ik ben 10 jaar en ik kom uit groep 7. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Want het is eigenlijk vakantie, hè? Maar gewoon, het is vakantie. Ja. En ja, ik heb hier een technicus naast me staan, Stan. Jij mag je dadelijk nog even voorstellen. Die zorgt, die assisteert mij voor de geluidjes. Ja, heel leuk dat jullie hier zijn. En jullie zijn met z'n zessen. Jullie gaan eerst een half uur radio maken. Daarna een half uurtje tv. En half vier gaan we wisselen. En ik ben natuurlijk dit keer niet alleen. Ik doe het hier samen met Joyce. Hi Joyce. Ja, nou ben ik toch heel benieuwd. Wat voor school, wat voor basisschool is de Molenhoek? Finn, vertel wat. Nou, het is een katholieke school. Basisschool van Terbijn. Nou, en we zitten allemaal in groep 7. En we komen van de Molenhoek. In onze klas zitten 21 kinderen en totaal van de uitdelende school rond de 215 leerlingen. En het is de Meidoornstraat 21 en de postcode is 1911 BS uit Geest. Handig om te weten. Ja. Nou, tegenover de ijsbaan is het en hij is Rooms-Katholiek. En we hebben de liefste van de wereld en we zitten vlak bij de molen. En we hebben een kerstviering gedaan. Oké, hartstikke goed. Nou, het is een leuke school. Wat is je favoriete vak? Rekenen. Rekenen. En voor jullie? Gym. Gym. Ja, lekker sportief. Isabella? Tekenen. Oké, tekenen. Nou, een gevarieerd gezelschap, zal ik maar zeggen. Rekenen, gym en tekenen. Goed, dat was jouw nieuwsuitje. Je hebt er dadelijk nog één, hè? Ja. Maar die doen we dadelijk. We gaan nu even verder naar Rick. Want jij hebt ook een artikel voor ons voorbereid. Ja, kom maar. Ballon opgelaten wordt verboden. Den Haag, de gemeente Den Haag, werkt aan het verbod op openlaten van ballonnen oplaten. Bij eigen evenement geeft de gemeente wel al enkele jaren het goede voorbeeld. Maar tot nu toe zag het college van burgemeesters en wethouders niets in een algemeen verbod. Ook bij nationale herdenking Srebrenica genocide in juli vorig jaar werden ballonnen losgelaten. Dat is nu anders. Zo maakt het college vandaag bekend dat de beantwoording van schriftelijke vragen van fractievoorzitter Robert Barker van de Het is ook moeilijk hoor. Van de Partij voor Plaatselijke Veroordeling voor de gemeente Den Haag wordt meegenomen. Antwoordt het college van burgemeester en wethouder. Landelijk gezien is de Hofstad ook geen voorloper, want in veel gemeenteraden in het land is het afgelopen jaar gepraat over het opnemen van het verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening, APV. Honderden heliumballonnen in de lucht mogen er dan wel mooi uitzien, maar ze zijn schadelijk voor het milieu. Ja, dat is logisch, hè? En waar zijn we nou mee bezig om juist het milieu veel voor het milieu te gaan doen, hè? Is vandaag geen heliumballonnen meer. Goed, je had een goed gedaan hoor, Rick. Je had een vrij lastig artikeltje. Goed, we gaan de prijsvraag doen. En dan kijken we Isabella aan. De prijsvraag. Op welke school zitten wij? Nou,
A. De Vrijburg. B. De Binnenmeer. C. De Molhoek. D. De Kornak. En wat hebben we weggegeven, Finn? De Bluetooth-oortjes. De Bluetooth, ja? En nog meer, toch? Wat nog meer? Er staan nog meer prijsjes, toch? Ja. Alles. Ja. Alles staat daar zo. Noem ze alle vier maar op als je ziet wat het is. En stiften en een geheugenspel. Ja, memory. En volgens mij zo'n ding waar je muziek op kan zetten. En dan kun je met je oren luisteren. Oké, nou goed, het is ook op de tv te zien in ieder geval. Dus als de mensen het goede antwoord weten. En als ze goed opgelet hebben aan het begin van de uitzending. Zouden ze het moeten weten. Het nummer om naartoe te bellen: 0251-233333. 0251-233333. Mocht u het goede antwoord weten, bel dan naar de studio. Ja, van welke basisschool zijn jullie? Goed, wij gaan verder weer met Isabelle. De prijsvraag hebben we even gedaan. Want jij hebt ook nog artikeltjes voor ons voorbereid. Wat ga je doen? Binnenlands nieuws? Ja. Ja, oké. Okay. Steekincident in Den Haag. De politie heeft woensdag een 30-jarige vrouw aangehouden op een verdenking van de betrokkenheid bij een steekincident, waarbij dinsdagavond een 36-jarige man overleed. Rond 11:15 in de Marionettenstraat, het Valkenboskwartier in Den Haag, is er dinsdagavond een steekpartij geweest. De hulpdiensten zijn aanwezig, maar lijken vooral te wachten. De politie kan niets meer zeggen dan dat de politie onderzoek doet naar de steekincident. De melding van de steekpartij kwamen even voor 11:30 binnen. Er werden 2 ambulances opgeroepen en ook een mobiel medisch team uit Rotterdam reed naar Den Haag. Later kwam er ook een wagen van de brandweer bij. Oké, nou, mooi verhaal zeg. Hey. Goed, we hebben een bellen voor de prijsvraag. Met wie hebben wij het genoegen? Ja, met meneer Bakker. Goeiedag meneer Bakker. U zit de radio te luisteren of tv te kijken? Ik zit tv te kijken. Oh, mooi, gezellig. Vindt u leuk wat de kinderen doen? Ja, doen het heel goed. Ja, oké. Nou, en ik heb de prijsvraag gehoord, dus... Ja, nou, we gaan Isabelle weer de prijsvraag nog even doen. De prijsvraag nog even voor doen, voor meneer Bakker. Briefje wordt doorgeschoven, ja. Zitten wij? Nou, dat kan gekozen worden uit... A, de Molen... A. De Vrijburg. B. De Binnenmeer. C. De Molhoek. D. De Kornak. Meneer Bakker, wat is volgens u het goede antwoord? Ik denk dat het de Binnenmeer is. Is dat goed, jongens? Nee. Nou, oh, meneer Bakker. Oh, dat is jammer. Nou, niet goed geluisterd. Nee, ik denk het ook niet. Maar heel vervelend nu, zeg. Ja, jammer. Ja, heel jammer. Ja. Goed. Succes met het programma dan. Ja, hartstikke bedankt. En bedankt voor het bellen, hè. Oké, doeg. Goed, doeg. Nou, dat is heel vervelend voor meneer Bakker. Het was niet goed. Dus voor de luisteraars en kijkers. Het is nog niet beantwoord, dus er kan nog steeds gebeld worden. Oké, Isabelle, jij hebt je itemtje gedaan. Dan gaan we maar door naar... Finn, ja. Ik zie je allemaal voor het eerst, hè. Ik zie niet aan me staan, maar dan denk ik, oh ja, wie is het nou? Rick of Finn? Finn, kom maar door. Trump roept noodtoestand uit over de grensmuur. President Donald Trump heeft het noodtoestand afgekondigd in het grensgebied met Mexico. Dat maakt het volgens hem mogelijk om de grensmuur te bouwen die hij daar wil om een eind te maken aan drugshandel en illegale medicatie en criminaliteit, zei hij. En op een persconferentie in de tuin van het Witte Huis. Toen sprak van een nationale veiligheidscrisis. Gisteravond werd al duidelijk dat de president voor dit nachtmiddel zou kiezen. De noodtoestand biedt hem de mogelijkheid om buiten het congres om geld vrij te maken.
Er zijn mensen die zeggen dat muren niet werken in de strijd tegen drugs, criminaliteit en mensensmokkel, zei Trump. Maar ze werken 100%. Kijk maar naar Israël. Dat zijn 100% effectief zijn, weet iedereen. Ook Nancy, zei hij. De Democratische partijleider Nancy Pelosi kondigde gisteravond al meteen aan dat zij zal proberen de noodtoestand tegen te houden. Volgens Trump hebben andere presidenten om minder belangrijke redenen de noodtoestand afgekondigd. In het begrotingsakkoord van Republikeinen en Democraten is daar $1,4 miljard voor gereserveerd. Trump wil met deze maatregel het congres passeren en de rest van de benodigde $5,7 miljard binnenhalen. Blijft een ongelijk projectiel, hè, die Donald Trump? Ja. Raar figuur, hè? Ja. Of denk jij er anders over? Of vind je het ook een vreemde president? Ja. Ja, ik denk allemaal wel. Goed, we hebben dadelijk nog twee nieuwtjes items te goed van Isabella en van Rick. Maar jij hebt ook muziek aangevraagd, Finn. Een plaatje die je wil horen. Weet je hem nog? Ja. Ja, zeg het maar. Ride or Die van Yo Silvio. Oh, kan dat Jagga Jagga zijn? Ik heb Ride or Die van Jagga Jagga. Nee. Oké. Okay. Ja, we hebben iemand voor de prijsvraag weer aan de lijn. Want dat ging er net niet goed met meneer Bakker, want die had een hele verkeerde school. Maar wie heb je het genoegen? Je spreekt met Sabine. Hoi Sabine. Jij zit lekker Mediakids te kijken? Ja, die zit ik te kijken, ja. En in Uitgeest? Want daar ontvangen we ook natuurlijk Mediakids, RTV Eimond. Goed, de prijsvraag nog even, jongens. Maakt niet uit wie, hoor, wie een briefje heeft voor hem liggen. Op welke school zitten wij? Ja, waar kunnen ze uit kiezen? A. De Vrijburg, B. De Binnenmeer, C. De Molhoek, D. De Kornak. Wat is volgens jou het goede antwoord, Sabine? Nou, ik ken ze en ik zie ze natuurlijk op tv. Ja. En ik weet zeker eigenlijk dat ze van de Molhoek zijn. Is dat goed, jongens? Ja. Ja, we hebben een winnaar. Yeah! Hartstikke goed. En als de regie en de camera even mee kunnen werken, dan zou je de prijsjes kunnen zien. Wat zou je willen hebben? Of weet je hem nog niet? Een hele moeilijke vraag. Nou, als je dadelijk naar de studio komt, dan... Oordopjes. Oordopjes, dan gaan we die voor je wegzetten. Kom je dadelijk naar de studio om het op te halen? Elke. Ja, hartstikke goed. Doei. Nou, gefeliciteerd met je prijs. En bedankt voor het bellen. Ja, graag gedaan. Oké, goed. Doei. Ja, leuk. Toch nog een winnares van de prijsvraag. En dan gaan we als een speer door met Isabella. Wat had je voor ons nog voor een nieuwsitempje? Is er betrapt met 667 kilo illegale oesters. Zo. De beroepsvisser is onlangs betrapt in de Oosterschelde. Oosterschelde met 629 zakken illegaal geraapte oesters. Volgens de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit... die dit woensdag naar buiten brengt, gaat het in totaal om 667 kilo. De man heeft een procesverbaal gekregen en de oesters zijn weer teruggezet in de natuur. De visser had een oester geraapt van afgesloten gebied waar hij niet gevist mag worden, om de kwetsbare natuur te beschermen. Beroepsvissers mogen oesters rapen als ze een vergunning hebben om een bepaalde plek te doen. De betrapte visser uit Bruinisse komt had wel een vergunning om in de buurt te vissen, alleen was die verlopen. De particulieren mogen ook oesters rapen, maar voor eigen gebruik en niet meer dan 10 kilo per dag.
Goed, dat waren jouw twee laatste artikeltjes. Dan gaan we als een speer door naar Rick, want jij hebt de laatste van jullie groep. Minder brievenbussen, maar op centralere plekken. De helft van het aantal brievenbussen in Nederland gaat verdwijnen. De 8700 die overblijven, komen op centrale plaatsen te staan, zodat ze voor iedereen goed zijn om te bereiken. Belangbond ANWB is blij dat PostNL de bussen zoveel mogelijk gaat verplaatsen. De Eerste Kamer stemt er deze week mee in dat de komende jaren ruim 10.000 van de 19.000 brievenbussen verdwijnen. PostNL wil zo geld uitsparen, ook al omdat er steeds minder mensen op brief op de post doen. Maar vooral oudere mensen zouden daardoor worden gedumpeerd. Centralere plekken, ouderenbond ANWB heeft in gesprekken met PostNL geleid voor centralere plekken. Bijvoorbeeld bij de ingang van een woonwijk, een zorginginstelling of een winkelcentrum. En daar heeft PostNL naar geluisterd, zegt de woordvoerder. Als de brievenbus een andere plek krijgt, dan zal dat tijdig de bus zelf worden aangegeven. De ANWB heeft vermindering van aantal van bussen altijd kritisch gevolgd. Maar laat donderdag weten dat senioren best begrijpen dat PostNL met deze maatregel komt. Oké, helder. Dank jullie wel. Voor jullie zit het gedeelte erop. Hoe vonden jullie het? Leuk. Leuk. Ja, leuk. Jullie gaan nu regiewerk doen, camerawerk, techniekwerk. Onder de 10. Ja, we hebben een nieuwe technicus hier inmiddels. En ik moest even snel inschakelen. Want het nummer is sneller afgelopen dan gedacht. Zo. Ja, ben je er klaar voor? Weet je al wat je moet doen? Dat wordt zo meteen uitgelegd door Arjan, denk ik. Ik hoop dat Arjan nog even terugkomt. En we zijn inmiddels gewisseld. We hebben nieuwe kinderen. En jongens, stel jullie eens even voor met wie hebben wij het genoegen. Ik ben Stan en ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7 op Holoek. Nou, wat gezellig. En naast Stan? Ik ben Bo en ik ben 11 jaar en ik zit ook op de Molhoek. Goedemiddag Bo. Leuk dat jullie er zijn. En naast Bo zit? Ik ben Sven en ik ben ook 10 jaar. Ja. En hoe vinden jullie het tot nu toe om hier te zijn? Nou, ik vind het wel hartstikke leuk. Ik heb het ook wel vaker gedaan. Ja, jij blijft gewoon terugkomen, hè? Ja. Ja, heel goed. Omdat ik het leuk vind. Ja. Waarom vind je het zo leuk, Stan? Kan je dat vertellen? In één woord? Ik, of in 10? Ik vind het wel leuk om dingen te maken. Zeggen. Ja, gewoon om het publiek een beetje wijzer te maken van wat er gebeurt in de wereld of in Nederland. En wat heb je nu? Wat heb je voor vandaag? Nou, ik heb het weer en ik heb ook over sport. Oh ja, gezellig. Leuk. En jij, Bo? Wat heb jij voor ons klaar liggen? Ik heb over wat er in de bioscoop draait. Oké. En Sven? Ik heb over een hotel in Japan waar allemaal robots. Die hebben we gezien. Ja, en dat is niet het enige wat we hebben, want we hebben ook een interview zometeen. Ja. En daar hebben jullie vragen voor opgesteld. En ik hoop dat het wat kritische vragen zijn en dat het een leuk interview mag worden. Maar we gaan beginnen met Bo, met onze filmverslaggeefster. Een bioscoopverslaggeefster, hoe zeg ik dat? Welke films heb jij voor ons? Brugklas en Hoe tem je een draak 3. Ja, brandlos. Brugklas gaat over een meisje Nola. En het is uit met haar ex-vriendje Jesse. Er is een ander meisje, Fenna, die heel erg aan het flirten is met Jesse. En van de moeder van Nola moet Nola het goed maken met Fenna. Er was ondertussen een ruzie tussen Nola en Fenna. Nola wou het goed maken, maar
eerst werd ze nog in een sloot geduwd door Boy. Boy kreeg toen straf, maar Nola was nog steeds boos. Dus Nola gooide yoghurt over Boy heen. Toen moesten Nola en Boy nu allebei nablijven. Nola had cadeautjes in de tas. Even later had Boy de cadeautjes omgewisseld voor spul waardoor je haar uitvalt. Even later kreeg Nola straf omdat Fenna's haar uitviel. Boy mocht niet mee op kamp en Nola ook niet. Nola wil wel, dus bleven Boy en Nola veel avonturen. Jij hebt de film zelf gezien, hè? Ja. Wat vond je zelf van de film? Heel leuk. Dus het is echt een aanrader? Ja. Voor deze vakantie. Ga je deze vakantie nog naar een andere film? Heb je nog een voorkeur om een film op je lijstje staan die je wil zien? Nee. Maar je hebt wel een andere film opgezocht, neem ik aan. Die heb je ook al gezien? Nee, de film hierna, Hoe het even een dag 3, heb ik niet gezien. Die wil je wel zien? Nee. Nou, dan ben ik heel benieuwd waarom niet. Ja, dankjewel voor het leuke bioscoopnieuws, Stan. Dan gaan we gewoon verder met jouw artikel. Oké. Welke wil je doen? Ja, het weer. Het weer, oké. Dus Stan de Weerman, kom maar door. Vandaag schijnt de zon lekker fel en er zijn weinig wolken. En het wordt vandaag maximaal 10 graden. En het koudste dat het vandaag wordt is 6 graden. Waarschijnlijk blijft het morgen hetzelfde. Op vrijdag begint het met 6 graden en dan stijgt het naar 11 graden. Voor de rest blijft het zonnetje lekker schijnen en gaat het deze week niet regenen. Oh, dat is wel fijn om te horen. Ja. Erg weer lekker lente weer aan het worden. Ja, het wordt steeds warmer. Inderdaad. En steeds sneller warmer ook. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dankjewel Stan. Ja, dat was More Than You Know. Het favoriete nummer van Stan. En Stan, we gaan gelijk beginnen met jou. Want we hebben een gast voor vandaag. En met wie hebben wij het genoegen? Wat is je beroep? Zullen we eerst even vragen wat zijn naam is? Oh ja, wat is je naam eigenlijk? Ik ben Evert-Jan Woutsma. En ik ben boswachter. Okay. Nou, welkom. Ja. Ja, welkom. En volgens mij hebben jullie een paar prachtige vragen voorbereid. Ja. Jij? Wat doet u als boswachter allemaal? Nou, ik ben een boswachter die eigenlijk alleen nog maar de leuke dingen van het vak doet. En dat is bijvoorbeeld dit soort interviews. En ik geef wandelingen. Ik kom bij kinderen op school met boswachter in de klas. Ja, dat is en leuk. Ik ga naar verzorgingshuizen, daar geef ik lezingen. Ja? Dus alles op het gebied van educatie en voorlichting. Oké, hartstikke leuk. Ja. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Geeft u ook workshop? Of ik workshops geef? Ja. Ja, die geef ik ook. Verschillende zelfs. In de natuur, voor natuurbeleving en voor fotografie. En voor fotografie voor kinderen. Dat is wel leuk. Ja. Nou, dan mag Sven. Dan wordt er gewisseld hier met de vragen. Want we hebben er nog een paar aantal te gaan. Sven? Wat houdt een natuurbeleving in? Wat houdt natuurbeleving in? Eigenlijk is dat heel persoonlijk. Datgene wat jij ervaart als je buiten staat en hoort en ruikt en ziet en proeft, dat is jouw natuurbeleving. Het kan heel persoonlijk zijn. Jij kan bijvoorbeeld iets heel mooi vinden terwijl een ander zegt van nou, helemaal niet leuk. Ja. Ja. Maar het moet wel buiten zijn, bij voorkeur. Ja. Ja. Wat vindt u zo leuk aan uw werk? Ja, ik zou bijna zeggen wat niet, maar dan kom ik heel makkelijk weg met die vraag, hè? Nee, wat is er zo leuk aan? Het leukste vind ik zelf de interactie met allemaal verschillende mensen, zoals jullie. Vanmorgen was ik op de kinderboerderij hier in Heemskerk. Daar had ik weer contact met hele andere mensen. En volgende week dan ben ik weer in een verzorgingshuis. Dan ga ik weer met oudere mensen een verhaaltje vertellen. En dat vind ik het allerleukste van mijn beroep. Waarom bent u boswachter geworden? Ja, waarom? Dat heb ik altijd al gewild. Natuur, dat sprak mij aan. Ik vond het fijn om buiten te zijn. En later kwam ik erachter dat ik het ook nog leuk vond om met mensen om te gaan. Ook heel belangrijk. Dus daarom ben ik eigenlijk boswachter geworden. Oké. Gaan we weer stoelendans doen. Stoelentekort hier in de studio. Ja, en dan hebben we als laatste Bo nog. Ja. Toch, Bo? Moet u een uniform dragen?
Nou, niet per se. Hoor. Dat, wat je hoort, dat is de stoel die kraakt. Even van de muur afgaan. Niet per se, maar het is wel handig omdat je dan zichtbaar bent als boswachter. Oké. Moet een boswachter streng zijn? Moet een boswachter streng zijn? Soms wel. Soms moet een boswachter streng zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook wel eens dingen doen die niet mogen of niet kunnen. En soms weten ze dat niet. Ja, dan moeten boswachters wel af en toe een beetje streng zijn. Oké. Hoe word je een boswachter? Deze vraag is mij eerder gesteld door een meneer van de NOS. En toen heb ik geantwoord, boswachter word je niet, maar dat ben je. Dat zit in je. Maar jij bedoelt waarschijnlijk van hoe kun je ervoor leren? En dan kun je naar een bosbouwschool en natuurbeheer studeren. En dan leer je alle plantjes kennen, leer je alle dieren kennen van Nederland. En zo kan je boswachter worden. Oké. Okay. Ja, dat was het. Dat waren de vragen. Oké, okay. Mooi. Goeie vragen. Ja, vond gedaan. Je het wat, het interview? Ja, ik mag hopen van wel natuurlijk. Leuke vragen, leuke vragen. Fijn. Ja, absoluut. En jongens, hebben jullie zelf ook veel met natuur? Komen jullie veel in de... Stan, ik hoor Stan praten, maar Stan heeft geen microfoon. Ja. Ik speel echt bijna alleen maar buiten dus. Ja, jij vindt het gewoon heerlijk in de natuur. Zouden jullie het leuk vinden om boswachter te worden? Ja, dat word je niet, werd er net gezegd, maar dat ben je al. Zijn maar, jullie boswachters? Ja, ik heb eigenlijk een ander ideetje, maar ik kan natuurlijk altijd... Ik verstond het laatste niet, Stan. Dat het natuurlijk altijd nog kan komen. Ja, dat is waar. Ja, dat is zeker waar. Ja, Evert-Jan, ik wil je graag bedanken dat je hier aanwezig wilde zijn. Ja, graag gedaan. En ja, ik vond het goede vragen. Ik blijf ook. Het leuk vinden. Lekker in de natuur. En ja. Lekker, ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, we gaan gewoon verder met onze nieuwsitempjes. Want we hebben er nog een aantal te gaan. En wij gaan... We hebben er nog een paar te goed, geloof ik, van Stan. Stan heeft onze item nog te goed. We hebben nog een sportitem, maar we hebben ook nog meer muziek. Nou ja, Sven, we gaan gelijk door met jouw artikel. Jij hebt iets speciaals. Nou, kom maar door. Over robot. Het hotel in Japan staat bekend om de robotwerknemer. Ze hebben in totaal 243 robots. En ze hebben er nog maar de helft van ingezet. De robots kijken of iedereen zich incheckt. En ze zien eruit als poppen en dino's. Ze kunnen praten en bewegen. Door de inzet van de robots verliezen de mensen hun baan. Ze worden ontslagen en daardoor wordt de armoede veel groter. Ze hadden problemen met gasten van het hotel, omdat de robots niet altijd deden wat ze wilden. Er zijn plannen om uit te breiden. Het management van Huis ten Bosch gaat namelijk twee soortgelijke hotels openen. De ene komt in Tokio en de ander in Een moeilijk uitspreekbare naam. Ja. Takada's ambities reiken echter verder. We zijn van plan om uiteindelijk ongeveer 100 hotels in zowel binnen als buitenland te openen. Dat is aardig wat veel hotels. Ja. Dat betekent dus ook dat er meer robots ingezet worden en minder mensen. Yep. Ja. Wat vind jij ervan? Zou jij naar zo'n hotel naartoe willen? Zou je daar naartoe willen gaan? Nee, liever niet. Nee? Het lijkt mij wel een keer leuk om geholpen te worden door een dinosaurus. Ja, wat we net zagen. Mm-hmm. Ja. Ja, mocht het jullie leuk lijken, jullie kunnen het allemaal vinden op internet natuurlijk. De hotels in Japan. Ja. En nou dankjewel Sven. We gaan gelijk door met Bo. Want Bo, jij hebt nog een leuke film voor ons. Ja. Ja, vertel maar. Welke film? Hoedem in een draak 3. Wat begon met de onwaarschijnlijke vriendschap tussen een jonge viking en een echte helle veegdraak, is nu uitgegroeid tot een trilogie over de avonturen van Hickey en Tandloos. In dit nieuwe hoofdstuk ontdekken ze eindelijk waar ze voor bestemd zijn. Hickey wordt het hoofd van het dorp Berk met Astrid aan zijn zijde. En Tandloos wordt de leider van de draken. Dan worden ze geconfronteerd met een levensbedreigde gevaar. En wat Tandloos en
en valt Tandloos voor een hemelfeeksdraak. De vriendschap tussen Hickie en Tandloos wordt hierdoor meer dan ooit op de proef gesteld. Dus, en dit leek jou geen leuke film? Nee. Waarom niet? Nou, toen ik klein was, toen keek ik 1. Ja. En eigenlijk vond ik het toen al geen leuke film. Oh, dus dan slaat hij ook gelijk niet aan, de tweede? Nee. Nee, en heel erg begrijpbaar. Derde ook niet. Nee, nee, snap ik. Jouw welstand, lijkt het jou wel wat? Ja? Ja? Dus jij gaat misschien wel naar de bioscoop deze week nog? In de vakantie? Misschien morgen, overmorgen. Wat leuk. Nou, we hebben van jou nog een sportartikeltje te goed. Ja, ja. En dan zit het er alweer bijna op voor vandaag. Ja, jammer. Waarover ga jij je artikel houden? Nou, dat Star Wars met laserzwaarden. Star Wars? Dat klinkt als bioscoopnieuws in sportnieuws. Met lightsabers vechten. Lightsabers. Leg uit wat dat is. Nou, eigenlijk is het Engels vertaald. Eigenlijk is het in het Nederlands lichtzwaard. Ja. Er zijn zwaarden die eigenlijk gemaakt zijn van stralen en gewoon lasers. Lasers, oké, dodelijk. Ja, dodelijk. Oké. En daar is nu een sport van? Ja. Oké, nou, ik ben benieuwd. Een officiële sport. Vertel. Ja. Frankrijk is officieel thuisland van de meeste vermakelijke sporten ter wereld. Lightsaber dueling. De sport krijgt in de ondersteuning van welke schermvereniging niet gaat voorzien van lightsabers voor gevechten en trainingen. Is dat niet de droom? Is dat niet de droom van elke nerd op aarde, op deze aarde? Die van ons in ieder geval wel. Het idee achter de aanstellen van dit sport is om kinderen achter beeldschermen vandaan te krijgen. Sinds ongeveer 2019 zitten kinderen gekluisterd achter telefoons en zijn fysieke activiteiten vaak ver te zoeken. Daar moet deze uiterst vermakelijk sport verandering in gaan brengen. De sport wordt uiteraard niet beoefend met echte laserzwaarden, maar met voorzien van een echte legendarische Star Wars look. Volgens de Ahsoka Kaiten press is er echt een gezondheidscrisis gedaan in Frankrijk. Kinderen bewegen nauwelijks nog, wat voornamelijk voor games en smartphones te danken is. De Franse fans Federation probeerde op dat gebied dus in te spelen op de interesse van kinderen in 2019. Ja, ik vind het nogal wat. Een nieuwe sport. Ik vind het wel heel goed slim bedacht. En gelukkig maar dat het geen echte lasers zijn. Nee. Zou jij die sport willen beoefenen? Zou het jou leuk lijken? Jij bent ook bekend met de Star Wars films. Heb je dat allemaal gezien? Of? Ja, ik heb tot 6 gezien. Ik wil nu Rogue One gaan kijken. Die staat onder de Star Wars series. Je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je hebt er een aantal 8. Wat. En ze zijn nu met 9 bezig. Zo. Ja, ik moet zeggen, ik heb ze niet allemaal gezien. Maar het lijkt me wel heel erg leuk. Ja. Allemaal. Ik hoop voor de rest van jullie ook. Ik hoop ook dat jullie het leuk vonden vandaag. Want het zit er weer op. Bo, jij ook. We hebben jouw plaatje nog te goed natuurlijk. En Sven, ik hoop dat jij het ook leuk vond. Dat zei je net al. Ik zal het ook leuk vinden dat jullie, als jullie een keer terugkomen, de school uit Geest. Ja, dat, misschien. Misschien. Wel. Ja, we gaan kijken hoe dat trouwens allemaal in zijn beloop gaat voor volgend jaar. Want het zit er weer op, eind seizoen. En Bo, met welke nummer sluiten wij af? I'll Be Good. Van James Young. Dank jullie wel. Heemskerk.